Ja, handgemaakte platenbonnen. Hè. Nou, er zijn heel veel mensen die daar speciaal voor komen. Het zijn gewoon een soort cadeaubonnen die mensen mogen bewaren. En dat vinden ze heel leuk als aandenken. En ze zijn allemaal persoonlijk gemaakt. Ik doe maar net wat op dat moment wat me in mijn hoofd komt. Ik heb 7 jaar op de kunstacademie gezeten. In 81 zat ik in het eindexamenjaar. Toen kwam de vorige eigenaar bij me. Toen werkte ik er al vanaf 75 en die zei van... Zou je de winkel over willen nemen? Nou, ik zei dat wil ik wel. Geweldig. En toen was ik van de ene dag kunstenmaker tot ben ik geüpgraded of gedegradeerd, wat je ervan vindt, naar platenboer eigenlijk. En dat is me nog steeds, heb ik die keuze, ben ik heel blij mee. Ik zal die Sturgill Simpson even opzetten, is meer traditional. Ja. En ik heb hier klanten, die zijn al klant vanaf 73, van de opening. Toen ik naar binnen liep bij Popa in de Kasbah, toen kwam daar een klant en die loopt hier nu nog. Toen waren we samen klant en hij is nu klant bij mij. En die komt nog elke week 2-3 keer. Waar luister ik nu naar? Dit is die Linda Hansen. Deze. Oh, oké. Okay. Ja. Ik ga wel even skippen. Ik vind het wel mooi, ja. Er komen heel veel mensen hier die wel weten wat ze willen, maar niet exact wat ze willen. Branden, kopiëren en zo, dat is niet. Dat doen mijn klanten niet. Die willen gewoon die muziek hebben en die komen hier ook speciaal naartoe voor die muziek. Wij geven 100% retourrecht, dus mensen die zitten nooit met iets in de maag. Ik ben zelf fan van Americana en country, van vroeger al hoor. En ik vind het gewoon mooie muziek. En dat draai je ook heel veel en daardoor verkoop je het ook veel. Kijk, ik vind symfonische rock vind ik ook mooi, blues. Een beetje heavy vind ik ook prima. Goede heavy band. Kom maar Hengelo met Johan. Henk, ik ben er vanmiddag. Koffie is klaar. Oké. Die belt dan. Vraag altijd of ik er ben. Al 40 jaar ben ik er wel, maar is altijd wel mooi. Als dat komt wel voor dat mensen speciaal iets bestellen voor een verjaardag en dan heb ik de cd niet. En dan nemen ze dit vaak als overbrugging. Ik heb wel klanten die hebben er wel 30. Van 30 verjaardagen, dus die bewaren hem. Texas Radio, dat is een visitekaartje wat ik heb gemaakt. Nou ja, ik heb hier iets toevallig gisteren gemaakt voor een klant. Die is ook gek op motoren en die heeft een hele mooie motor zelf. Dan heb ik zo'n kaartje, dat is een soort geboortekaartje voor dat kindje. Ik doe mijn ding en verder is ook geen concept of niks. Ik doe mijn ding. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En dat gaat ook wel eens mis met bestellingen of wat dan ook. Maar dat is het. Ik doe mijn ding. Nou, zo doen we dat, hè. Gewoon van harte met het hatje. Ja, van harte. Ja, mijn zoon die volgt mij niet op. Ik weet wel dat er wel mensen staan te trappelen om te zeggen, die winkel wil ik wel overnemen. Maar daar denk ik de eerste 10 jaar in ieder geval nog niet aan.